proberen de mensen te trainen, zeg maar, mensen met een verstandelijke beperking, licht verstandelijke beperking. En dan proberen we slagwerkles te geven, zeg maar, op een spelende manier, zeg maar, wat je vanavond dan wellicht ingemonteerd wordt, hebben gezien. En dan, ja, dat doen we al nu 2 jaar, maar dat doen we met een hele groep, allemaal vrijwilligers erbij. En ik sta toevallig een beetje voor die groep, zeg maar, te dirigeren of over te brengen. Na 45 jaar slagwerken of drums hebben gespeeld, ja, dan moet je, probeer ik het een beetje aan die doelgroep, zeg maar, over te brengen. Anne, jij bent hier ook om op drumles, zeggen wij. Moet je zeggen, hè? Drumles is het toch, of niet? Ja, zeker. En hoe lang doe jij dit al? Ik zit er nu ongeveer 4 weken bij. 4 weken? Ja. En dan al zo goed? Ja, ik vind het ook erg leuk. Dus ik geniet er volle bak van. Dus ik hou er gewoon heel erg van om te gaan drummen. Nou hebben jullie vanavond een open repetitie. Dat is dus niet normaal. Er zijn ook best veel mensen en dat is heel erg leuk. Waarom is dit een open repetitie? Nou, dat heeft te maken, zeg maar, ja, we hebben dus nu even kijken, 5 deelnemers, zeg maar, 5 leden die daar meedoen. En we willen eigenlijk de groep toch wel een beetje uitbreiden naar 10-12 mensen, zeg maar. En dan proberen we ons nog een beetje kenbaar weer verder te maken. We zijn er al lang bezig. We proberen overal, zeg maar, reclame te maken. Of ja, reclame is een groot woord, maar toch ons kenbaar te maken bij de instanties. En ook voor de, zeg maar, de verzorgingstehuizen en de ouders en zo. En dan proberen we toch te zien of we iets meer leden kunnen krijgen. Als jij hier binnenkomt, weet je dan al welke trommel dat jij wil? Ja, er is bij trommels. Ja. Dan is een slaatrom. Er is een slaatrom met verschillende trommels. Ik wil allemaal slaatrommen en tambees en voor alles. En wat vind jij het mooist? Drumstel. Het drumstel. Jeugd, jij kunt echt achter dat drumstel? Ja, ja. Ik heb het vaker gedaan met op de drumstel. Ik wil soms zitten. Dat liedje is Michael Jackson van de Beat It. Ik heb het heel vaak gedaan. Geoefend bij Mauritshof. Leren allemaal leuk vindt. Kom op een donderdag keer lekker kijken. Wil. En dan, ja, mag je meedoen. Nou, ik noem het snuffelen. Mag je 2 keer snuffelen, dat mag ook. Ja, ik noem het maar snuffelen. Ja, en dan proberen we er samen een mooi feestje van te maken.